Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en het is tijd voor een bijzondere aflevering van Nieuws van de Week. We zijn vandaag namelijk live en daar is ook een bijzondere reden voor. We nemen dit altijd op vrijdag op en dan zenden we het op zondag uit. Alleen komende zondag is dan net de dag na ons mooie evenement van morgenavond. Van morgenavond is namelijk de Nacht van de Nieuwe Wereld, waar we ook het boek van Ad Verbrugge gaan presenteren. Dus we dachten, het is eigenlijk leuker om een soort halve nabespreking te doen vooraf. Het is leuker om met jullie voor te genieten en jullie te betrekken bij onze voorpret voor het evenement dan er achteraf half over te praten, terwijl we dat vooraf moeten doen. Dus vandaar dat we live zijn. Dus een warm welkom aan de mensen die dit live kijken en uiteraard ook een welkom aan de mensen die het gewoon op zondag kijken, zoals het doen gebruikelijk. En vandaag zitten bij mij aan tafel, ook extra bijzonder, Ad Verbrugge als normaal gesproken, maar daarnaast onze bijzondere gast Willem Middelkoop. Willem, van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, en daar zijn we heel erg blij mee. Maar eigenlijk was Matthias de Smet was aangekondigd als gast. En Ad, die kon helaas er niet bij zijn vandaag. Nee, Matthias die logeerde bij mij vannacht. En we hadden een heel geanimeerd gesprek gisteren. Maar vanochtend bereikte hem het bericht dat zijn moeder is overleden. En daar willen we hem natuurlijk hier ook namens De Nieuwe Wereld mee condoleren. Ik heb dat vanochtend persoonlijk zelf al gedaan. Dat hakte er natuurlijk nogal in. Hij is meteen teruggegaan naar België en excuseert zich. Maar dat is logisch dat hij er niet is. En wens hem heel veel sterkte toe de komende dagen. Ja. Dus, dus dat is heel abrupt en bijna surrealistisch. En daardoor moesten we schakelen. En Willem was zo vriendelijk om Matthias' rol over te nemen vandaag. Ja. Nou, fijn dat dat zo kon. Inderdaad, condoleert ook voor Matthias. Ik neem ook aan namens de kijkers. We wensen hem sterkte de komende dagen. Wij gaan wel gewoon beginnen, want er is nogal wat gebeurd deze week. Dat verdient toch ook bespreking. Dat is ook belangrijk werk, dus daar gaan wij gewoon mee door. Misschien het belangrijkste wat er is nogal wat gebeurd, maar misschien het belangrijkste is toch wel, vorige week viel dat net na onze opname, maar de toestand in de Oekraïne. De mars van Prigozhin door de instituties, zou je bijna zeggen. In de media zie je allerlei duidingen van een soort conservatieve duiding dat Wagner nu met een truc bij Kiev staat, tot aan de idee dat Rusland enorm intern verzwakt is, omdat Prigozhin en Poetin dus ruzie hebben gemaakt en Prigozhin nu het veld min of meer heeft geruimd. Hoe duiden jullie deze situatie? Want dit was wel een erg extreem gepolariseerd medialandschap weer. Ik kan me voorstellen dat er ergens in het midden een duiding ligt die misschien dichter bij de waarheid ligt. Voor mij was het eigenlijk weer terug naar mijn journalistieke leven. Ik ben al vrij actief op Twitter. Ik had eigenlijk het nieuws op vrijdagavond gemist dat hij die videoboodschap de lucht in had geslingerd, hè, dat hij eigenlijk opriep tot actie. Prigozhin. Ja, Prigozhin. En ik werd er eigenlijk, ik zag dat vrijdagavond laat, maar toen drong het eigenlijk allemaal niet zo tot me door wat dat nou precies betekende. Ja, ik wist wel, het was wel duidelijk dat het een spannend weekend zou worden, maar toen zaterdagochtend was ik vroeg wakker en dan volg je op Twitter en dan zie je weer de kracht van Twitter. Kijk, alles wat de media brengt, dat moet eerst uit bronnen komen, moet gecheckt worden. En op Twitter komt alles real-time binnen. En ja, ik heb heel lang als journalist gewerkt, dus je weet een beetje wie je wel en niet kan vertrouwen van de mensen die je volgt. En toen was het heel interessant, want dan ga je kijken wat er nu binnenkomt. Nou, er was dus in Rostov, dat headquarter binnengevallen, hè. En dan kijk je eens op de kaart, dat blijkt gewoon het zuidelijk commando te zijn, dus het commando over Oekraïne. En er werd geen schot gelost, dan denk je, wordt dat gebouw niet verdedigd, dat was raar. En toen waren we het bericht dat er een konvooi was, op weg eerst naar een stad daar ten noorden. Ik weet de naam al niet meer, dat ligt halverwege Moskou. En een uur later waren ze in die stad. En je ziet gewoon op Twitter die beelden voorbij komen. En je ziet dat er een soort primitieve barricades op de snelweg zijn van een paar trucks met zand. Die worden opzij gereden. En dan beginnen er vliegtuigen te schieten op de kolonne. En dan wordt er een Russisch vliegtuig uit de lucht geschoten. En ondertussen, ik keek letterlijk dus op de kaart van hoe ver zijn ze nog van Moskou. Nou, dat is nog 250 kilometer. En ze reden best hard. Dan denk je, over 5 uur rijden ze Moskou binnen. En toen kwamen de beelden uit Moskou dat er een soort schuttersputjes bij de ring. En er werden allemaal vrachtwagens neergezet. Dus je maakt dan real-time een koep mee. En dat gaat zo snel dat je eigenlijk niet kan geloven dat het echt is. Want moet je voorstellen dat hij wel Moskou had bereikt. En wat het echte verhaal is, zullen we denk ik nooit weten. Maar een koep, hoor ik je zeggen. Ja, en ik niet alleen, want de New York Times, want ik was heel voorzichtig om dat woord te gebruiken, ook op Twitter, want ik retweet dan dingen. Maar de New York Times noemde het een koep. En
Het zag er toen uit in ieder geval als een coup. En we zullen het echte verhaal misschien nooit weten of pas lang achteraf. Maar je kan natuurlijk wel stellen dat het beeld van Rusland met een sterke leider, een sterk defensieapparaat, een machtig Moskou, wat eigenlijk onaantastbaar is. Ja, daar kan dus een drone naartoe vliegen. Dat is natuurlijk helemaal in duigen. Want hoe kon het nou zijn dat dit heeft kunnen gebeuren? En het is natuurlijk het privéleger eigenlijk van Poetin. Poetin houdt hem ook nog steeds een hand boven het hoofd. Wat we niet moeten vergeten is dat Wagner, wij zitten zelf in Afrika veel met investeringen in grondstoffen. Wij komen daar de Wagner-troepen tegen, bijna letterlijk. Die hebben in een tiental landen echt hele grote operaties. Worden betaald, gefinancierd en de opbrengst gaat naar Poetin, gaat naar Moskou. Dus Poetin kan hem ook niet laten vallen, dan is hij die positie in Afrika kwijt. Maar ik vind het een hele bizarre situatie. Heb jij daar een beetje dezelfde indruk van, Ad? Ja, ik werd op zaterdag door Jelle gebeld en die was in alle staten. En ik heb hem toen even uitgelegd dat dit geen coup was. En dat het, dat kan je nu Willem ook uitleggen. Ja, dat kan ik nu ook uitleggen. Nee, ik was er. Kijk, er is wel iets aan de hand. Hè. Ik bedoel, dat is evident. Is iets wat precies weten we niet. Maar de gedachte dat deze groep Moskou zou kunnen en het bewind zou kunnen overnemen, heb ik van meet af aan als volstrekt onwaarschijnlijk gezien. Veel te klein, veel te klein. En bovendien, ze zijn in alle opzichten afhankelijk van allerlei aanvoerlijnen, ook voor hun munitie. Dus als dat echt, ja, dat, zo kun je geen coup plegen. Dus het is geen coup. En dat is ook in mijn optiek. Je had ze ook helemaal van de weg kunnen schieten. En dan moet je niet met helikopters komen, maar met straaljagers. Hè, dat had ook gekund. Maar ik denk ik zei tegen Jelle ook vrij snel van ja, het eerste wat ik zou doen, hè, dat is gewoon de familie van Prigozhin gewoon gevangen zetten. Als Poetin. En even bellen van goh, ja, hè, je zus en je moeder en je neef zit nu. Dus ja, je mag best doorkomen, maar je weet wel waar je mee bezig bent. Hè? Dus, en volgens mij doe je dat als KGB'er, doe je dat. Dan zeg je gewoon, hup, al die adressen hebben ze. En dan zie je dat zo'n strategie bijna wel gedoemd is ook te mislukken. Want je slaat gewoon in één keer helemaal gaten in iemands persoonlijk leven. Tenzij die helemaal doordraait. Dan kan natuurlijk veel gebeuren. Maar dan had het ook technisch eigenlijk niet gekund. Wat natuurlijk interessant is, dat het na het incident is heel snel eigenlijk overleg gekomen met Lukashenko. En men heeft inderdaad die helikopters uit de lucht geschoten. Er zijn 12 militairen omgekomen, ja, 12 militairen omgekomen. Ja, nee, dat is absoluut. Dus daar moeten ze ook iets mee, hè? Evident. Ja. Hè? Ik denk dat toen ook ook voor Prigozhin duidelijk werd van ja, dit wordt echt een ramp. Aan Lukashenko, de president van Wit-Rusland. Ja, precies. Die heeft hij als bemiddelaar en die is ook lange tijd bevriend met Prigozhin. Mm-hmm. En kent natuurlijk Poetin ook goed. Ja. Dus dit was gedoemd te mislukken. Kijk, de vraag is wel wat zich daar nu heeft voltrokken. Er zijn allerlei verhalen doen de ronde. Een ervan is, in het Westen waren ze eindelijk blij. Nou, ik zei ook van, ik weet niet of je blij had moeten zijn als Wagner de macht had gekregen. Be careful what you wish for. Ja, be careful what you wish for. Ja, dus dat ze hier stonden te juichen van, ja, eindelijk Poetin. Nou, wat je ervoor in de plaats krijgt. Als nou vorige week dinsdag iemand jou had voorspeld, vrijdag staan de tanks van Prigozhin op 150 meter van Moskou. Dat had je toch gezegd, jongen. Ja, wat rook jij? Dat is de, absoluut. Nee, dus het was. Maar je merkte wel, en dat viel mij al eerder op natuurlijk. Dus die strijd binnen die Russische krijgsmacht. Mm. Of beter gezegd, dat die Wagner ten opzichte van de Russische minister van Defensie, hoe heet die, Shoigu, geloof ik, hè? Die man. Niet paraat. Die is al jaren gaande en de laatste tijd loopt hij echt wel, Prigozhin loopt hij echt wel goed uit de pas. Hij schoffeert eigenlijk het leger keer op keer en wil eigenlijk een vervanging van die, ook de defensietop. Omdat, dat is ook belangrijk, dat hoor je dan hier ook niet, hij vindt het veel te mat. Er moet met veel meer agressie gevochten worden, veel zwaardere middelen worden ingezet. Dus een van de verklaringen zou zijn dat hij eigenlijk
Niet zozeer tegen Poetin naar Moskou zou zijn opgetrokken. Hij ging hem bevrijden. Maar om ook Poetin duidelijk te maken, dit moet anders. Je moet je minister van Defensie afzetten en er moet een andere strategie worden uitgezet in, en dus ook andere generaals. Wat in dit verband denk ik heel interessant is, want ik ben met je eens, met je visie, ik denk nog steeds dat het min of meer vrienden waren die gelijk optrokken. Maar je bent een dictator, toch een beetje een dictatoriale leider, Poetin. En je schoffeert je eigen leger, time and again. En hij heeft de hoofd van de FSB ook eens een keer zo'n publieke bijeenkomst helemaal uit. En die stond bevend als een rietje eigenlijk naast hem. Dan kan je eigenlijk toch op wachten dat er tegenkrachten loskomen. Die op een gegeven moment zeggen, wij moeten van deze man af. Poetin maakt wel duidelijk een hele hoop vijanden. En ik had toevallig een jongen net op kantoor, die kwam bij ons solliciteren. Zijn vader heeft een groot bedrijf in Sint-Petersburg, een Nederlander. En die vertelde ook van, ja, er zijn nu zoveel mensen die eigenlijk van Poetin af willen, tot en met de miljardairs aan toe, want nou ja, iedereen is aan het verliezen. Hè? Die vooral. En hij zei, het zou me niks verbazen als Poetin dit toch niet gaat overleven. Er is wel een dynamiek nu gaande waarvan we niet weten wat het einde wordt, maar het is natuurlijk niet uitgespeeld dit. Nee, dat is niet uitgespeeld. Sommigen zeggen juist dat de positie van Poetin sterker is geworden. Er zijn allerlei verklaringen die worden gegeven. Ik kan het niet overzien. Ik heb echt ook te weinig kennis van zaken. Dus ik kijk het echt van de buitenkant. Ik volg natuurlijk wel het een en ander. Ik lees wel het een en ander. Maar ik durf er eigenlijk weinig over te zeggen. In dat opzicht. Wat dit nu precies betekent. Maar Poetin kan hier niet blij mee zijn. Nee. En wanneer Prigozhin op een goed moment uit het raam valt, zou me dat ook niet verbazen. Nee. Dus we zullen moeten zien inderdaad de komende maanden wat dit nu eigenlijk heeft betekend. Maar de gedachte dat Poetin ten val zou komen vorig weekend, die had ik zeker niet. En vergeet niet, hij geniet bij de gewone bevolking nog steeds een enorme steun. En dat geldt ook voor het conflict in de Oekraïne. De mensen die hem bekritiseren, zijn zeker niet alleen degenen die vrede willen. Er zijn ook mensen die veel harder willen op. En dus die bloggers zijn over het al. Die kunnen gewoon openbaar kritiek leveren. Dat vergeten we ook nog alles. Maar er is echt een groep van bloggers die behoorlijke kritiek levert op de strategie. En die willen gewoon een veel strijdvaardiger ingrijpen dan nu het geval is. Nou, dat schijnt Prigozhin ook wel. Dat is een van de duidingen dat Prigozhin dat wilde. Hè, dat hij richting wilde. Maar als we het dus op systeemniveau bekijken, hè, die Russische staat is wel een systeem. Hè, en dat heeft een begin en een eind. Hè. Poetin is aan de macht gekomen. Die heeft die macht heel erg goed geconsolideerd. Is op een gegeven moment toppers van zijn macht gekomen. Maar als het systeem natuurlijk onder druk komt te staan, hè, hetzelfde geldt voor het Amerikaanse systeem, waar we het vaak over hebben, dan gaat het natuurlijk ergens kraken. Er komen barsten, er komen crisis, er komen crashes. En ik zie dit toch als een soort crisis-crash, wat laat zien dat het systeem onder druk staat. En je merkt dat aan alles natuurlijk in Rusland. Er staat veel onder druk. Ze hebben grote verliezen. Ze zijn natuurlijk een hele hoop van de mogelijkheden kwijt om dingen uit het Westen te halen. Dus het toont voor mij wel toch een kwetsbaarheid aan van Rusland als systeem. En dat is zorgelijk. Ja, tegelijkertijd weet je het ook niet. We hebben Erdogan ook gezien. Ja, klopt. Dus wat dit nou eigenlijk betekent, ja. Ja, dat moeten we echt de komende maanden of jaren gaan zien. Ja, maar kijk, Turkije is hersteld van die coup-poging. Maar als je economisch kijkt, hele hoge inflatie, Turkse lira weggezakt. Ja. Maar, dus dat systeem staat ook nog steeds onder hele grote druk. Hè? Evident. Maar desalniettemin is hij verkozen voor de zoveelste keer. En ik denk ook, er zijn niet zoveel alternatieven voor Poetin. Althans, die zien we nog niet. Hè? En het sentiment in Rusland, ook rond de oorlog. Kijk, op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel de vraag, ben je nog bereid als bevolking om de misère als gevolg van die oorlog op de koop toe te treden? De mensen gaan natuurlijk toch meemaken dat ze iemand kennen die om het leven is gekomen, of dat ze berichten horen. Er sneuvelen natuurlijk ook veel Russische soldaten, maar ja, aan de Oekraïnse zijde is het ook voor ze vreselijk. Hè? Dus waarschijnlijk een veelvoud nog van wat er aan Russen sneuvelt. Dus
Ja, men heeft het niet voor niets over een uitputtingsoorlog. Dat is een, dus de vraag is wie barst er uiteindelijk? En ik denk wel dat, ja, als je ziet de koers die Poetin is gevaren en de traject dat is ingezet, ze kunnen eigenlijk niet ophouden. Dat is het grote dilemma. Ze moeten eigenlijk tot de Dnieper moeten ze door, want anders heb je geen natuurlijke grens. Maar in dat verband lijkt Rusland toch steeds meer. Het is natuurlijk heel aan de orde als Duitsland in de jaren 30, 40... dat je kiest een route, je loopt achter een leider aan en die kan niet halverwege draaien, die moet doorgaan. Ja. En het is of dat systeem implodeert op een gegeven moment helemaal, en het weekend werd natuurlijk heel spannend wat er allemaal gebeurde. Maar je kan natuurlijk niet hebben dat Poetin weggaat en dan komt een vervanger en het gaat weer vrolijk verder of zo. Je moet bijna die hele laag moet er straks. Ja, ja, dat moet, eigenlijk niet. Moet, want als je dan de Wagners krijgt, ja, dan word je ook niet vrolijk. Nee. Hè? Dus, nee. Maar China is ook vreselijk bang dat Rusland als het ware stukken uiteen zou vallen. En dat je een implosie krijgt. Er zijn scenario's dat China alles ten oosten van de Oeral dan moet gaan managen. Ja, nee. Met notabene een van de grootste kernmachten ter wereld. Hè? Dus wat dat voor gevolgen heeft. Nee, wat dat betreft mogen we hopen dat de stabiliteit nog bewaard blijft. Ik zit niet te wachten op een ineenstortend Rusland. Maar is het perspectief dat jij ook een beetje schetst, Willem, dat Rusland eigenlijk ook economisch door deze oorlog implodeert? Ik hoor ook wel eens mensen zeggen die, en ik heb er geen verstand van, dat zeg ik er meteen bij, daarom vraag ik het aan jou, dat die juist ook, dat de banden met China aangehaald zijn, dat ze toch door die multipolariteit van de wereldorde eigenlijk er sterker voor staan overheen. Weet je wie de grote winnaar is? China is de grote winnaar van dit conflict. China heeft veel meer macht gekregen zonder een schot te lossen. China is niet één soldaat kwijtgeraakt, die doen niet mee. Ze steunen Rusland financieel-economisch, maar niet militair. In ieder geval niet openlijk. En er is een hele goede analyse geschreven door een topanalist van Credit Suisse. Hij is er inmiddels weg. Credit Suisse is natuurlijk overgenomen in de UBS. En die man heet Zoltan Pozar. Daar hebben wij nog over gesproken, vorig jaar. Ja. Nou, die 5 essays geschreven daarover. De eerste kwam uit 2 weken na de val van na de inval in de Oekraïne. En hij beschreef het heel mooi. Hij zei, de Chinese centrale bank is in feite nu de central bank of all commodities. Die kan die arbitrage doen. Wij willen de spullen niet meer kopen, het Westen, hè, de grondstoffen van Poetin, van Rusland. Dus die gaan eigenlijk allemaal nu via Peking, maar ook India, via China en India worden die verspreid over de wereld. Interessant, Saudi-Arabië, de importen uit Rusland zijn verdubbeld. Dus Saudi-Arabië koopt goedkope Russische olie, verkoopt het weer duur aan ons. Dus er zijn een aantal landen die hier enorm van profiteren. En wat ik al eerder heb gezegd, Poetin is eigenlijk een soort blaffende, bijtende pitbull, maar die wel aan de riem van China vastzit. En als Xi zegt, en nu stoppen, hij is weg zonder de steun van China. En ik denk dat China een heel slim lange termijn spel speelt. Rusland is altijd een natuurlijke vijand geweest van China. Rusland wordt enorm verzwakt door deze strijd. Hoe ze eruit komen, hoe het scenario eindigt, weten we niet. Maar wel dat Rusland enorm verzwakt hier uit deze strijd gaat komen. En China aast op de rijke grondstoffen van Rusland. En China speelt dit heel slim. In welke zin is Rusland verzwakt door deze strijd? Alleen al demografisch. Als je demografisch kijkt, de levensverwachting in Rusland lag al relatief laag. Mannen gaan relatief snel dood. Er worden veel te veel gedronken, roekeloos gereden en meer van dat soort zaken. Maar als je nu kijkt hoeveel mensen er sneuvelen. Ik heb een militair stratege horen zeggen, dit is de laatste keer dat Rusland zo'n grote oorlog kan voeren. Omdat het potentieel van soldaten wat ze hebben, met wat de verliezen die ze nu leiden, over 10 jaar met de demografische ontwikkeling, want ook Rusland heeft net als Japan te maken met eigenlijk een dalende demografische ontwikkeling, wat China over 20 jaar ook krijgt. Dus Rusland wordt heel erg verzwakt hierdoor. Ja, het hangt natuurlijk vanaf wat je onder verzwakking verstaat. Als je kijkt natuurlijk naar de vorige economische sancties, zie je juist dat ze bepaalde industrieën hebben opgebouwd. Hè, die eerder eigenlijk niet van de grond kwamen vanwege de
Oorlogsindustrie ook, maar rond technologie zitten ze op bepaalde onderdelen. Zeker ook ICT zijn ze best sterk. Hm. En je ziet ook dat ze natuurlijk nu van de hamburgerketens en allerlei bedrijven uit het Westen hebben ze overgenomen. En laten ze zelf draaien. Er zijn een miljoen slimme Russen het land uitgevlucht. Ja. Nee, dus maar of dat land zeg maar echt daardoor ten onder zal gaan, dat zullen we zien. Ik weet het niet, maar dit hakt er natuurlijk wel in. Dat is evident. Maar het zal ook heel erg afhangen wat die oorlog doet. Hè? Dus of dat ergens nog stabiliseert. Wat gebeurt er in het Westen? Blijft Amerika onverkort achter Oekraïne staan? Hoe verloopt dus vervolgens die oorlog? Ja, er zijn volgens mij nog te veel onzekerheden om nu al te zeggen waar dat in uit gaat monden. Hoe lang denk je dat de oorlog nog gaat duren als je een guesstimate zou moeten doen? Nou ja, kijk, ik denk dat het niet wenselijk is dat het nog langer dan een jaar duurt. Dus ik denk dat Rusland, je kunt dit nog een tijdje doen, maar je verwacht niet dat het 3 tot 5 jaar zal worden. Nee, dat is volgens mij. Dan heeft Rusland echt een probleem. Ja. Dat ben ik echt een probleem. Het zou dus moeten, nog 12, 18 maanden, maar dan moet er iets dan gebeuren. Dan moeten ze iets hebben waardoor je naar een vrede kan. Of een, ja. dus ook in die zin een uitputtingsoorlog. En ik denk dat het Westen daarop gokt. En dit was wat dat betreft natuurlijk koren op de molen van het Westen. Dat je die innerlijke stabiliteit, dat je die ziet afzwakken. Maar goed, nogmaals, ik durf er niet geen voorspelling op te doen wat dit betekent. Hmm. Maar ze kunnen niet hier 3 of 5 jaar mee doorgaan. Daar geloof ik niks van. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Ik denk dat er toch dan ook een soort offensief gaat komen. Dat wordt dan erop of eronder of zo. Maar zoiets vermoed ik. Ja, dat zullen ze wel moeten doen dan vanuit Rusland. Op een gegeven moment. Ja, dank voor jullie duiding. Ik denk dat het een mooi moment is om naar het volgende thema over te gaan. We hebben best wel de keuze, want we hebben het over de interne instabiliteit van Rusland. Maar in Europa is het afgelopen week ook behoorlijk wat gebeurd. Gooi maar eens wat dingetjes op tafel. Er is in Nederland gedebatteerd over een mogelijk een wetsvoorstel waarin mogelijk een partijverbod mogelijk wordt gemaakt. In Duitsland wordt een gekozen volksvertegenwoordiger van de AfD, die wordt door het Landesverwaltungsamt wordt die überprüft of hij wel aan de grondwet voldoet. In Frankrijk zijn er behoorlijke rellen uitgebroken. En bij ons is de parlementaire enquête naar de coronamaatregelen is stopgezet. Dus best wel wat zorgelijke ontwikkelingen. En daarnaast is er nog een voorstel van de Europese Commissie geweest over hoe ze dat CBDC willen gaan vormgeven, oftewel een Europese digitale munt. Misschien omdat jij aan tafel zit, Willem, met jouw expertise, misschien het fijnst om daar nog mee te beginnen? Ja, nou, dat is natuurlijk een inkoppertje, want ik heb de laatste 3, 4 jaar in heel veel interviews geroepen, die Central Bank Digital Currency komt er gewoon aan. In China is die al uitgerold, in Amerika zijn ze ermee bezig. Maar wat natuurlijk weer stuitend is, is dat in de Kamer tot voor kort Sigrid Kaag altijd heeft gezegd, het is nog helemaal niet zeker dat dat komt, we studeren erop. Maar we wisten eigenlijk al jaren dat het werd voorbereid. Het moet natuurlijk veel technisch worden voorbereid, het systeem moet worden aangepast. Het heeft grote gevolgen voor de rol van commerciële banken, omdat je eigenlijk als gewone burger krijg je een directe link met de centrale bank. Dat is een beetje technisch. Maar het gaat dus hele grote gevolgen hebben voor de rol van de ING's van deze wereld. En het is weer voor de zoveelste keer duidelijk geweest dat je de politici niet kan vertrouwen. Dat ze bezig zijn met een verhaal in de achtergrond wat al jaren is voorbereid. Maar dat tot het laatste moment wordt volgehouden dat het nog niet zeker is dat het komt. En opeens ligt het er en liggen alle wetten. En hoef je alleen maar te tekenen bij het kruisje. Dus het vergroot het vertrouwen niet. En ik zit aan de financiële economische wereld. En als er één onderwerp is, wat ik steeds weer merk als ik erover tweet, wat echt de mensen bezighoudt, waar mensen echt boos over worden. Dat is natuurlijk naast de boeren en alle andere schandalen die we in Nederland hebben gehad. Maar mensen reageren heel sterk op central bank digital currencies. En waarom? Omdat we heel veel van onze vrijheid gaan verliezen.
Omdat de overheid een soort absolute controle krijgt over alles wat betrekking heeft op betalingen. En mensen zijn daar, heel veel mensen zijn daar echt heel sterk tegen. Ik ga toch even iets tegen je aanhouden. Niet dat ik het niet eens ben met je duiding, maar toch even om het wat te nuanceren misschien. Volgens mij is het hele idee van die centrale bank digitale munt, is dat we vroeger hadden we het betalingsverkeer gewoon in cashgeld. Dat was een behoorlijk aandeel van de cashflow. En eigenlijk het digitale geld werd door de commerciële banken gecreëerd. En eigenlijk is dat een probleem, omdat die commerciële banken eigenlijk een potentieel kunnen omvallen. En dat kan een centrale bank niet. Is het idee, we doen een digitale munt van de centrale bank. Ja. Dat stabiliseert het stelsel. En wat natuurlijk de machthebbers, de mensen die dat wetsvoorstel doen, zeggen is, je hoeft helemaal niet je aan te melden. Er komt een soort prepaid variant. En eigenlijk wat dit doet, is dat het een stabilisatie is van het financiële stelsel. Ja, dat is de positieve spin. En dat, daar kan ik grotendeels in meegaan. Maar zoals elke grote nieuwe technologie, kan je op een goede manier gebruiken. Je kan hem ook op een kwade manier gebruiken. We hebben fantastische technologieplatformen, social media gekregen. We dachten dat dat als burger ons meer vrijheid gaf. Maar wat hebben we gezien de laatste jaren? Dat de grote techgiganten samen zijn gaan werken om een vorm van censuur eigenlijk toch te introduceren. En mensen werden gedeplatformed omdat ze op bepaalde gebieden andere ideeën hadden. We hebben het rondom corona gezien, rondom een aantal andere ideeën. In Canada hebben we gezien dat de mensen die de opstand van de truckers steunden, die werden financieel ontkoppeld. Die mochten hun rekening werden bevroren. Nou, en als je dan kijkt naar dit Central Bank Digital Currency systeem, geeft autoriteiten gewoon zoveel mogelijkheden om zo ingrijpend zich te gaan bezighouden met jouw financiële huishouding. En wat nog veel zorgelijker is, is dat ze, en ik denk dat de reden is, een van de hoofdredenen waarom dit nu wordt uitgerold mondiaal, is omdat we zijn vastgelopen met het huidige financiële systeem. Hebben we het al lang over. En dat betekent dat je nu als autoriteiten nog veel meer trucs moet gaan uithalen om dit systeem te behoeden voor een volledig vastlopen. En waar doe ik dan op? Bij die central bank digital currencies krijg je straks geld in je wallet. En daar kan worden aangekoppeld dat er bijvoorbeeld, als je dat geld niet spendeert binnen 12 maanden, dan vervalt dat geld. Er kan worden gekoppeld dat er een negatieve rente van 5% of 7% op dat geld wordt geheven. Dus er wordt eigenlijk programmeerbaar geld geïntroduceerd. Voor het eerst ter wereld komt er programmeerbaar geld. En ze kunnen elk labeltje daaraan hangen. Dus als ze vinden dat mensen die kijken naar dit programma dat geld niet mogen gebruiken om bijvoorbeeld donaties te doen aan dit programma, dan is dat één simpele regel in het programma. En dan kan dat worden uitgevoerd. En in Canada hebben we dus al gezien dat autoriteiten bereid zijn om heel ver daarmee te gaan. En deze tool in handen van een macht die zich niet in weet te houden, is levensgevaarlijk. Is er een model denkbaar, bijvoorbeeld een decentrale munt, zo'n blockchain-achtige technologie, maar dan niet van de blockchain-achtige technologieën die we kennen, zoals Bitcoin of Ethereum of de andere cryptocurrencies? Ja, de Europese Commissie niet voor zo'n soort model kunnen kiezen? Ja, maar dat willen ze niet, want je zegt het zelf al, decentralized. Decentralized is tegenovergestelde wat de ECB is. De ECB is centralized en die wil centralized. Dus de ECB is helemaal niet geïnteresseerd in een decentralized financiële oplossing, paymentoplossing. En Bitcoin is een perfecte decentrale oplossing in de techniek. Maar, en er is ook altijd gesteld door centrale banken dat ze in feite het goede van de crypto zouden gaan gebruiken bij het opzetten van de architectuur voor de central bank digital currencies. Maar het wordt verkocht als een soort digitale alternatief voor de bitcoin. Maar ik ga je verzekeren dat als dit wordt uitgerold, er nog veel meer mensen naar die bitcoin gaan vluchten. Die trouwens alweer hard aan het oplopen is de afgelopen week. Dus hoe meer central bank digital currencies er komen, hoe attractiever de niet centraal geleide, dus de gedecentraliseerde cryptocurrency die bitcoin heet, hoe aantrekkelijker die wordt. Dus jouw bezwaar tegen het hele concept is niet zozeer dat er een centrale bank munt komt, een digitale munt, maar dat de technologie die eigenlijk geen garantie, geen waarborgen heeft tegen het misbruik waar jij een aantal voorbeelden van geeft. Ik heb onlangs een boek gelezen, Technocracy, wat me erg
waar ik echt van onder indruk was. En dat is geschreven door een onderzoeksjournalist die er al lang mee bezig is, dat soort onderwerpen. En die wijst erop dat er een steeds vergaande samenwerking is tussen grote bedrijven en staten. Grote bedrijven en overheden. Je ziet dat heel erg in Davos. Grote bedrijven, pay-to-play, die mogen grote bedragen overmaken. En dan mogen ze aan tafel zitten met de politieke leiders. En wat je nu ziet ontstaan, is eigenlijk een wereld waarbij de macht in handen is. Aan de ene kant bij hele grote bedrijven, de grote techbedrijven met name, grote financiële instituten. Aan de andere kant de overheid. En als die samen gaan werken, dat weten we ook uit het verleden, is heel gevaarlijk. En als je dat boek Technocracy leest. En daarin leest wat de plannen zijn. Verenigde Naties hebben zo'n plan ontwikkeld, hè, hoe de wereld eruit moet zien in 2030. Het is bijna communistisch. Het is bijna nieuw. De staat wil op zoveel gebieden gaan ingrijpen in de vrije markten. En de manier waarop wij met geld omgaan. Als je cash geld in je zak hebt zitten, heb je grote vrijheid wat je daarmee doet. Is niet traceerbaar. En we zijn heel snel die vrijheid aan het inleveren. Ad, hoe heb jij het voorstel van de Europese Commissie gezien? Nou, ik ken niet de details. Ik heb dat ook niet gevolgd. Ik deel wel de, laten we zeggen, de meta-analyse. Dat daar natuurlijk. En we hebben het hier ook bij de Nieuwe Wereld al vaker over gehad. Dus ik weet ook niet precies waar wij een kruisje zullen zetten en waarvoor we dan een kruisje zullen zetten. Maar de, ook hier weer de ambivalentie. Hè? Het is duidelijk dat de positie van de banken zoals ze die de afgelopen decennia eigenlijk hebben kunnen innemen. En met fractioneel bankieren wat we hebben gezien. Dat eigenlijk ook niet meer een houdbare kaart is. Zeker niet wanneer er dan zulke grote systeembanken ontstaan. Die zijn too big to fail. Ik denk zelf een andere route was geweest. Juist kleinere banken die je wel gewoon failliet kunt laten gaan. Maar we hebben natuurlijk op allerlei manieren het systeem proberen. En dat schets ik ook in het tweede deel. We hebben het systeem proberen overeind te houden. En dat in zekere zin worden we steeds zwaarder karmisch belast. Doordat we eigenlijk het verlies niet hebben genomen, wordt dat systeem eigenlijk in zichzelf steeds meer rigide om zichzelf overeind te houden. En dat vind ik een heel gevaarlijke ontwikkeling. En dat betekent ook dat je steeds meer in de greep komt eigenlijk van domme beslissingen uit het verleden. En waar je niet meer op terug kunt komen, omdat je dan je verlies moet nemen. En dat we nu dus een Europees stelsel gaan optuigen. Omdat we bang zijn dat bepaalde Europese staten, zeker bij oplopende rente, dadelijk gaan defaulten, gewoon failliet gaan. Banken, hè? Dus je kan banken. Maar dat ondertussen die greep van Europa op dat hele stelsel eigenlijk alleen maar toeneemt. Terwijl je zou kunnen zeggen, misschien is de beginfout al. Dat we in zulke divergerende economieën als Europa hebben geprobeerd één munt door te voeren. Waarin we eigenlijk geen recht hebben gedaan aan de verschillende economische culturen die je nou hebt in Zuid-Europa, Noord-Europa, Oost-Europa, West-Europa. En dat wordt nu allemaal bij elkaar gehouden. En heeft onmiskenbaar natuurlijk een weerslag op wat er met het geld van mensen gebeurt, maar ook hoe ze naar het systeem kijken. Dus ik geef altijd het voorbeeld van de Britten, take back control, van het idee van je bent eigenlijk niet meer ben je zeggenschap kwijt over je eigen munt, je eigen geld. Dat is natuurlijk met de euro al gebeurd. Mm. En hoe verder de tijd voortschrijdt, hoe sterker we onszelf in dat systeem eigenlijk vastdraaien. En wat de implicaties daarvan zijn op lange termijn. Dat zullen we af moeten wachten. Maar dat kan ook echt betekenen dat je met zaken wordt geconfronteerd, zoals we dat afgelopen tijd ook hebben gezien. Die we eigenlijk helemaal niet meer willen, maar waar je dan niet meer uit kan. Maar de staat wordt dus steeds machtiger. Hè? En als burger lever je steeds meer vrijheden in. En dat vind ik een hele zorgige ontwikkeling. Dat is begonnen rond 2001, hè, na de aanslagen van 11 september.
En dat gaat nu, dat komt nu weer in een stapje verder met die central bank digital currencies. En het verlies aan vrijheden. En je ziet het hier in eigen land, hè, met VVD, wat dan de liberalen, hè, van oorsprong de liberalen zijn. Mm-hmm. De controle van de overheid, de macht van de overheid, begint zo allesomvattend te worden. Je ziet hoe ze nu optreden, ook in het hele boeren, hè, boerenverhaal. Ja, er is een besluit genomen. Dit is waar de reset naartoe gaat. En het moet gewoon gebeuren. Het wordt gewoon uitgerold. Maar ergens kom je er niet aan. Kijk, wat bedoel je met een besluit? Dan kom ik bij jou. Nou ja, dat zie je. Kijk, er is gewoon op Europees... ik denk op Europees niveau is er besloten dat we anders om moeten gaan met die landbouw. We hebben aan de ene kant de grond nodig. We hebben een milieuprobleem. En er is gewoon besloten, het speelt in Ierland, het speelt in Duitsland, het speelt in Denemarken, het speelt in Nederland. We moeten met veel minder boeren toe. En er zijn nu natuurlijk ook nieuwe technieken. Hè? Je kan in steden tegenwoordig gewassen verbouwen. Je kan met ledlampen komkommers en tomaten laten groeien. Maar vergeet niet dat wij uit een cultuur komen waarbij wij een boerensamenleving... De regio was altijd een boerensamenleving. De boerderijen en de koeien. Dat is hoe dit land 1000 jaar is geweest. En er is nu dus een overheid die zegt, dat gaan we nu veranderen in grote delen van dat land. En dat is zo ingrijpend. Je zal maar een boerenbedrijf hebben in dat gebied wat al 8 generaties daar staat. Dus je hebt het over de Green Deal en over de besluitvorming binnen de Europese Unie? Of? Ja, het is niet alleen de Europese Unie. Hè. Dit speelt zich ook heel erg op het niveau van Davos af. En ik snap heel goed, en dan komen we bij de gezagscrisis, ik snap heel goed dat steeds meer mensen zich afvragen, wie bepaalt dit nu precies en waarom? Dat is eigenlijk ook de vraag die ik jou stel. Ja. Je zegt, er is een besluit genomen. Ja, dat weet ik. En daar kom je niet achter. Want dan kom je dus in de smoke and mirrors, dat Sigrid Kaag jaar na jaar wordt gevraagd in de Kamer, wat is dat met die complottheorieën over een digitale euro die er komt, een central bank digital currency. En dan zegt Sigrid Kaag, time and again in de Kamer, daar is nog helemaal niets over besloten. Het is nog veel te vroeg om daar nu een debat over te gaan voeren. We zijn alleen maar aan het studeren. Terwijl evident is dat het juridisch, technisch wordt voorbereid om te worden uitgerold. En is nu weer gebleken. Dus time and again word je als burger eigenlijk bevestigd in het idee dat je die autoriteit niet kan vertrouwen. Als Matthias aan tafel had gezeten, had hij ongetwijfeld iets over het onder druk staan van de waarheid gezegd. Dat er eigenlijk niet meer de waarheid direct gesproken is. Nou ja, kijk, zonder meteen in complottheorieën te vervallen. Het is in ieder geval een dynamiek waarin mensen natuurlijk een systeem optuigen. En eigenlijk niet van tevoren het democratische gesprek aangaan van wat willen we nou eigenlijk met elkaar? Wat willen jullie? Als samenleving. Als samenleving. Hè? Dus, want dat is hinderlijk. Want dan moet je dat ontwerpen stilleggen. En ik denk, dus dat is ook over technocratie gesproken. En bovendien, je hebt ook te maken met een samenleving die fragmenteert, waar het wantrouwen toeneemt. Dus je hebt die politiek uitvoerende macht, wetgevende macht, ook de Kamer, publiek, media. Ze draaien eigenlijk ook allemaal weer om elkaar heen. Ze gebruiken elkaar, draaien om elkaar heen. Een deel van de informatie blijft achter. Je zet wetenschap in om bepaalde besluiten te legitimeren. Worden we allemaal beter van. Ja. Dit wordt voorbereid zonder dat er een fundamentele discussie plaatsvindt over ons geldsysteem. Terwijl er de laatste jaren natuurlijk heel veel over te doen is geweest. Denk dan ook aan die stichting Ons Geld. De vraag naar, goh, wat is dat eigenlijk met die financiële wereld? En moeten we daar niet toch meer politiseren dan tot dusver het geval is? Dus je wilt hier ook die fundamentele vragen stellen. Gewoon, wat betekent dat voor het betalingsverkeer, voor de controles, wat voor waarborgen zijn er? Voordat je die ontwerpfase ingaat. En het is nu, wordt eigenlijk de volgorde meer omgedraaid. Ja. Want, er ligt dan al iets waarvan we ook niet precies weten wat het nou technisch voorstelt. Iets bij die euro hebben we eigenlijk iets vergelijkbaars gezien. Hè? Bij de introductie van de euro. Ja. Dat had je ook natuurlijk een heel fundamenteel debat van voor. Wat zijn de nadelen? Hè? Wat voor risico's lopen we ermee? Maar eigenlijk is dat debat lange tijd niet gevoerd.
En nu, als je er eenmaal in zit, zegt Harold Bening hier ook, ja, nu kun je er niet meer uit. Nu zijn de kosten zo hoog, hè, je kunt er niet meer uit. En dat is denk ik het gevaar, ook waar het gaat om legitimiteit van het gezag. Dat je eigenlijk geen echte fundamentele politieke discussie voert. En zelfs als die discussie er wel is, en er is een referendum en we mogen erover stemmen. We hebben het met het Oekraïne-referendum gezien, 8-9 jaar geleden. Ja. Daar waren we tegen, maar het ging toch door. Dus het is niet zo raar dat we het gevoel krijgen, of dat we steeds meer mensen het gevoel krijgen, dat men in Den Haag niet kiest. Wat goed is voor het volk. Nou, mag ik me even afmaken, want ik ben veel in China geweest afgelopen jaren. En toen hadden we daar een discussie over. En toen zei een Chinese professor op een gegeven moment over jullie democratie. Hè, jullie doen altijd alsof dat de beste staatsvorm is. Maar hij zei, wat het probleem is, dat jullie leiders zeggen dat ze doen wat goed is voor jullie. Terwijl ze dat in principe niet doen. Terwijl wij hier in ons systeem proberen te doen wat goed is voor de meerderheid van de bevolking. Maar daar kun je ook over twisten. De 70 families. En ik weet nog niet of ik 1, 2, 3 zou willen ruilen met China. Op de democratie? Nee, maar tuurlijk. Er zit in die democratie zoals die nu functioneert. En dat is ook een van de dingen in mijn boek. Hè, heel die opkomst van die netwerksamenleving. En wat ik dan noem ook die machtsconstellatie van partijstructuur, besturen, non-gouvernementele organisaties, de expertmacht, de kapitaalmacht, mediamacht. Het haakt allemaal in elkaar in. En dus die politiek aan de voorkant, zoals we hem zien zeg maar, in de Kamer, daar zit natuurlijk een hele... Er zitten lagen achter die we niet zien. Zo reëel moet je zijn. Hè? En daar spelen ook belangen, daar spelen strategieën. Ik weet niet of er één machtscentrum is, dat betwijfel ik zeer. Ik denk wel dat er een soort gemeenschappelijke afstemming is. Dus een soort van, nou, we gaan die kant op. Hè? En als je dat niet doet, dan val je er een beetje buiten. Dus er is wel een soort van convergentie waar het gaat om die richting. Hè? En dat is wat mensen dan soms ook... Doet besluiten van, ja, er is gewoon één conspiracy. Daar ben ik niet van, maar ik zie wel dat er een richting op gaat. En dat die richting in toenemende mate onder druk staat. En ik denk dat, dus die CBDC, dat is een voorbeeld daarvan. Kijk, we zitten in een wereld waarin ook door de opkomst van de technologieën, met name de ICT in de laatste decennia, je onvermijdelijke vormen ook van centralisering nodig hebt. Hè? Dat is alleen al om te zorgen dat je computer werkt op het World Wide Web. Er is een vorm van afstemming nodig. Tegelijkertijd is die centraliseringstendens ook iets wat we op een bepaalde manier ook die democratie gaat ondermijnen. He, omdat neem nou alleen al de gevolgen van de implementatie van bijvoorbeeld sociale media, Facebook. Daar hebben we nooit een debat over gehad. Is gewoon uitgerold. Tech heeft een enorme macht daardoor gekregen. En dat is binnen de schoot van de democratie. Maar dat is organisch gegroeid. Zo'n CBDC wordt gepland en uitgerold door de overheid. We zitten in die technologie zit dus ook een deel van een echte machtsstructuur. Waar we... Nou ja, ook aan blootstaan. Maar ook een bevrijdend, hè? Een communicatief aspect. Absoluut. Zo verkoopt het zich ook. Hè? Dus dat is het dubbele gezicht. Mijn zorg zit erin als we dus alleen maar naar de overheid wijzen. Hè? En zeggen van, die deugt niet. En omdat er is denk ik ook altijd een en ander mis met die overheid. Daar gaat het niet om. Maar de gedachte van, nou, los van die overheid komt het allemaal goed... is volgens mij een volkomen illusie. Nee, dat zie je erg in de Bitcoin-wereld. Laten we dan stoppen met die banken. Laat het gewoon decentralized aan die Bitcoin. Code is law. Ja. En dan komen we in het paradijs. Ik zeg al, jongens, keep dreaming. Maar wat dan? Maak hem even af. Nou ja, dus dat betekent dus dat daar zie je dus ook hoe de grote misdadigers, de grote machtsblokken gaan ontstaan. Ook in die wereld. Dus je hebt iets nodig van macht. Ja. Of gezag bij voorkeur. Ja. Gelegitimeerde macht die erkend wordt. Alleen ik denk we zitten nu in een systeem dat waarin dat gezag op allerlei manieren onder druk staat, hè, om verschillende redenen.
Dat die macht van het geld en eigenbelang, dat die enorm groot is. En dus dat idee van een gemeenschappelijk goed. Dit doen we omdat we er samen beter van. Omdat we dit samen willen. Omdat we zo een wereld, dat eigenlijk in toenemende mate zoek is. En dat daarmee mensen ook het gevoel hebben dat ze eigenlijk ten prooi vallen aan projecten en plannen waar plannenmakers en technici misschien hun vingers bij aflekken, andere profijt uithalen. Want vergeet dat natuurlijk ook niet. Ik wou het zeggen, sommigen worden er beter van. Precies, en sommigen worden er beter van. Maar dat we eigenlijk niet meer gezamenlijk optrekken. En ik denk dat idee van een teloorgaande gezamenlijkheid, dat wordt alleen maar versterkt op het moment dat je dit soort ingrijpende innovaties niet op een grondige manier met elkaar bespreekt. In een parlement, in kranten, ook critici aan het woord laten. Zeggen van, goh, hoe zouden we dat dan willen? Mm. En dat versterkt eigenlijk de argwaan bij de bevolking. En ik vind echt dat het niveau van onze politieke debat is de afgelopen decennia, zeker de laatste jaren, is echt bedroevend geworden. Dat je wil gewoon een gedegen, open gesprek over al die zaken die het gemeenschappelijk algemeen belang betreffen. En het idee van hoe wil je dit met elkaar? En dat wordt ook heel erg bemoeilijkt, omdat we zo extreem gepolariseerd raken rond allerlei thema's die in mijn ogen ook vrij secundair zijn ten opzichte van die grote systeemvragen. Hier zit wel een bruggetje naar ons volgende onderwerp. Je kunt eigenlijk zeggen, nou, of je gaat dus weer, je laat die wurggreep van die richting die het nu eenmaal op lijkt te gaan, de wurggreep van zo'n inherente dynamiek aan de technologie, die laat je los en je gaat toch wel weer dingen met elkaar open discussiëren, onder andere in de Kamer en vanuit, daar heeft de politiek natuurlijk een rol in. Ja, of het gaat al maar verder en misschien komt er dan een punt waarop mensen zeggen, ja, nou doen we echt niet meer mee. En mijn indruk was wel heel erg dat punt bereikt gaat worden op het moment dat ze echt politieke partijen gaan afschaffen. En deze week is het rond de tafelgesprek in de Kamer geweest rond het, Goed punt. Rond het wetsvoorstel om het toch mogelijk te maken om in dit geval extreemrechtse partijen. Want we hebben laatst hier het AIVD-rapport besproken waar vooral anti-institutioneel extremisme werd aangewezen als grote bedreiging van de democratie. Nou, ja, maar ook 200.000 Nederlanders werden zwart gemaakt. Ja, nee, precies. Dat was dat rapport. Ja. Kritisch. Nou ja, tegelijkertijd verscheen een rapport dat de overheid zelf ook dit in de hand werkt. Ja. Nou ja. Dus daar hebben we het dan ook op gewezen. Ja. In de tijden van corona is de toon ook in de richting van de sceptici, waartoe ik zelf ook behoorde, is behoorlijk scherp geweest. En die gelijk hebben gekregen. Achteraf kunnen we stellen, ik heb altijd gezegd, ik neem geen vaccin, omdat ik niet mee wil doen met het experiment waarvan de resultaten nog ongewis zijn. Nu blijkt dat er wel degelijk heel veel gevallen van coronaschade zijn. Natuurlijk niet bij iedereen. Het zijn nog steeds de uitzonderingen. Alleen, het bleek niet voldoende getest te zijn. En een aantal mensen bleken dit middel toch beter niet te kunnen nemen. Ik had een eigen schoonvader die op hele hoge leeftijd was, die onmiddellijk daar problemen mee kreeg. Er zijn meer mensen met hartritmestoornissen en problemen in het ziekenhuis terechtgekomen. Dus die vragen waren zeer legitiem. Maar als je die vragen toen stelde, werd je onmiddellijk weggezet als iemand die gevaar was voor het systeem. Ja, vooral dat tweede. Dat eerste is natuurlijk altijd, ik heb ook anekdotisch bewijs van de andere kant. En voor de goede orde, ik ben niet gevaccineerd en ben daar ook heel blij mee, achteraf gezien ook. En toen ook al. Maar het is vooral dat je er niet, dat er geen afweging werd gemaakt. En je mocht er niet over discussiëren. Je mocht die keuze ook niet maken, want dan werd je ook. Maar je werd letterlijk gedeplatformd, hè? Als je hier te actief op was op dit dossier. Nee, zeker. Ja, maar eigenlijk, want we hebben nog een minuutje of 10. Ik ben toch wel, misschien jou eerst het woord geven, Ad. Ik ben wel benieuwd hoe jij kijkt naar die. Want eigenlijk wat je ziet gebeuren bij die ronde tafel, bij dat ronde tafelgesprek, is dat er van alle kanten, ik heb zelfs het argument onder andere Paul Cliteur, die zegt, ja, als je nou antidemocratische elementen zou willen verbieden, dan zou je eigenlijk ook moeten verbieden dat er een conctie aan partijen, dat woord gebruikt hij niet, maar een conctie aan partijen, om het samen te vatten, bestaat die eigenlijk de nationale soevereiniteit weggeeft aan bijvoorbeeld Europa. Ja, dus ook dat argument werd ingebracht. Dus je ziet eigenlijk een hele open, prettige, op een bepaalde manier discussie. Maar je weet eigenlijk al, je weet dat die wetten gaat komen. Dat is maar ik heb wel toch wel begrepen dat in de Kamer ook behoorlijk wat kritische geluiden zijn, hoor. Dus er zullen ze ergens zich wel aan voren. Maar
Of nou het zover gaat komen, dat zullen we moeten zien. Ik word graag gecorrigeerd. Ja. Ja, hoe heb jij hem? Ik probeer hem in te leiden. Hoe heb jij maar ik denk ook wel dat iedereen beseft natuurlijk op het moment dat de democratie partijen gaat verbieden. Dan moet je wel, hele goede redenen. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk een contradictie aan terminis. Hè. Dus dat is druist in tegen het. Tenzij, ik zeg, die zijn zo'n zware bedreiging voor het systeem. Voor de democratie voor de democratie zelf in dit geval. Ja. Dat gerechtvaardigd is. Dus, maar dan moet je natuurlijk uitermate terughoudend in zijn. Maar het getuigt denk ik ook van een. Dat die stemmen opkomen. Niet alleen van dat de partijen opkomen die wellicht een bedreiging zijn, maar ook van het tanende zelfvertrouwen van onze democratische instituties. Want als je gewoon sterk bent, dan kun je het allemaal aan. Ja. Dan hoef je helemaal niet druk om te maken. Nee. Vijf zetjes. Dat toont de zwakte eigenlijk aan. Ze zijn bang. Een soort paniek. Bang. Ja, ze zijn bang. Maar wat is om hem wat scherper te... Want ik dacht, oké, dan komt die wetten. En dan gaan ze Forum verbieden. Ik bedoel, als je nou de lont in het kruidvat wil steken, moet je Forum gaan verbieden. Ja. Dan gaan we veel beter om dat gesprek aan te gaan. Stemmen. Ja, dan schuift het van het ene door naar het andere. Ja. Dat zie je in Duitsland ook. Ze hebben heel lang keine partij rechts de CDU. Hè. Dat was altijd niks rechts van het, zeg maar, wat hier het CDA is. Ja, en die AfD die is nu gewoon, naar aanleiding natuurlijk ook van de recessie en de energietekorten, die AfD is aan het exploderen. Die staan nu gewoon een vijfde van de, in de polls een vijfde van de stemmen. Die komen voor het eerst aan de macht. Volgens mij groter dan, in bepaalde delen, echt substantieel groter dan de SPD. De SPD. In Oost-Duitsland zitten ze volgens mij 32%. Maar dat is toch, als je Forum gaat verbieden, dan... Het werkt averechts. Het is natuurlijk wat jij zegt, hè. Het komt voort uit angst. En dat is natuurlijk altijd heel dom als je dan dingen gaat doen uit angst, want dat is vaak contraproductief. Maar het komt weer op hetzelfde thema uit, wat in het boek ook veel voorkomt, waar we het eerder vanmiddag ook over hebben gehad. Aan alle kanten staat dit systeem onder druk. Echt werkelijk aan alle kanten. En er moet er steeds meer... Een systeem dat onder druk komt te staan, dan zie je vaak dat de leiding steeds meer wetten en regels gaat uitvaardigen. Je ziet het ook in bedrijven. En dat is een achterhoede gevecht. Eigenlijk laat je zien dat je zwak bent. Ja, dus niet verstandig, lijkt mij. En iets wat je, als het goed is, gewoon binnen je huidige kaders eigenlijk zou moeten kunnen afdekken. Hmm. Als een partij evident gewoon de grondwet overgaat, dan moet je gewoon zorgen dat je ze aanklaagt. Maar om nu daar een aparte wetgeving, dat geeft aan dat men inderdaad iets wat in paniek is. Nee, in Oekraïne zijn oppositiepartijen trouwens ook verboden. Hè? Dus wij steunen Oekraïne omdat wij vechten voor democratie. Ondertussen is de oppositie verboden. In de verkiezingen zijn uitgesteld. Ja. Ja, tot na de oorlog. Precies. Maar dat is, kijk, je zou ook kunnen zeggen, we nemen FVD de wind uit de zeilen. Bijvoorbeeld door zo'n corona-parlementaire enquête gewoon door te laten gaan. En dat serieus te onderzoeken. Om dat laatste themaatje toch ook nog maar even op tafel te gooien. Voordat we... Ja, ik had hier met Maurits de Hond ook nog een gesprek over. En hij zei, maar in hoeverre gaat het parlement dat serieus doen? Hè? Vond ik dan terechte opmerking. De enquête, ja. Kijk, ook hier denk ik dat ze ook een beetje bang zijn voor de eventuele uitkomst. In ieder geval voor de commotie die het gaat veroorzaken. Dingen die boven tafel komen. Ja. Want je krijgt dan toch dat de oppositiepartijen als JA21 en Forum en zo, die gaan natuurlijk toch, die komen gewoon met informatie naar buiten. Dus het gaat weer, laten we zeggen, de gevestigde orde in een ander daglicht zetten. En waarschijnlijk in een minder gunstig daglicht. Mm-hmm. Dus ik denk dat men daar bang voor is. Dat de meeste partijen natuurlijk toch ook wat boter op hun hoofd hebben. Ik vond het niveau van de discussie, zeker in het begin van de coronacrisis, ook wederom bedroevend. Mm-hmm. Ook vanuit een grondwettelijk perspectief bezien. De media. Ja, hangt ook zo samen inderdaad met de media. Maar dus ik vermoed dat men het liefst gewoon de geschiedenis achter zich laat. En dat vind ik heel ongelukkig. Want ik denk wel dat wat daar gebeurd is in die periode iets zegt over onze mentaliteit. Over het functioneren van onze
rechtsstaat of de reflexen. En daar moet je op reflecteren. Hoe kan het dat bepaalde besluiten tot stand komen? Wat is de dynamiek? Wie spelen daar een belangrijke rol in? Hoe komt het dat daar geen tegenwicht ontstaat? Hoe komt het dat onze blik eenzijdig wordt? Hoe kan het zijn dat we zo die geestelijke gezondheid van de jongeren bijvoorbeeld uit het oog hebben verloren? Terwijl evident al heel vroeg wisten dat zij nagenoeg geen gevaar liepen, dat we daar eigenlijk onze wetgeving, onze maatregelen niet op afgestemd hebben. Was dat geen, in hoeverre strookt dat wel met het discriminatiebeginsel? Dus je mag niet ongelijke gevallen gelijk behandelen. En jongeren waren evident ongelijke gevallen. Die zijn gelijk behandeld als ouderen. Dat is nogal wat. Hè? Dus je hebt het over hele fundamentele discussies die je moet voeren. Wat was er bekend rond bijvoorbeeld vaccinatie en de verspreiding van het virus? Waarom is dat niet ingezet? Was het domheid van instituties? Waarom is het, terwijl notabene iemand van RIVM, Jaap van Dissel, in het voorjaar van 21 zegt, ja, daar is helemaal niet op getest. Dus dat we dat toch in de promo's wel gebruiken. Allemaal hele fundamentele vragen die je moet stellen, die betrekking hebben op de kwaliteit van je rechtsstaat, de kwaliteit van de instituties, het functioneren van wetenschap, de legitimatie van beslissingen. Dus het uitgeven van bakken en bakken en bakken met geld. Mag ik even een voorbeeld aanvullen? Daar moet je, en dan sluit ik even, maar daar moet je op reflecteren. Ook om je eigen parlementaire systeem ook gezond te houden, zou ik zeggen. Want de wetgevende macht heeft die controlerende taak. Ja, die moeten hier lering uit trekken. Dit is bij uitstek de dynamiek geweest van netwerksamenleving. Van allerlei non-gouvernementele organisaties, Europese Unie, wetenschappelijke netwerken. En dit is eruit gekomen. Een rol van de farmaceutische industrie, wetenschap, kapitaal, noem allemaal maar op. En als je dat niet doordenkt, van wat voltrekt zich hier nu, ja, dan ga je de volgende keer weer op dezelfde manier hiermee om. Terwijl we nu weten, dat is zeker niet in alle gevallen en in alle opzichten even verstandig en succesvol geweest. Ja, mooi. Wat mij op dit punt nog steeds verbijstert, wat we toen hebben meegemaakt in corona, een van de heilige beginselen is lichamelijke integriteit. Ja. En ik las een boek, dat ging over die Heineken-ontvoerders. En zo'n mooi voorbeeld. Een van de Heineken-ontvoerders, daarvan was bekend dat hij voor de Heineken-ontvoering een keer in een vuurgevecht met de politie terecht is gekomen. En dat hij nog een aantal kogels in zijn lichaam had. Toen heeft het Openbaar Ministerie gezegd, deze man moeten we naar de dokter brengen. Die moeten röntgenfoto's van zich laten maken om aan te tonen dat die kogels nog steeds in zijn lichaam zitten. Want dan kunnen we linken aan die overval, aan die schietpartij met de politie. Toen heeft de rechter bepaald dat wij deze man niet konden dwingen een röntgenfoto van zijn lijf te laten maken, omdat hij zich beriep op zijn lichamelijke integriteit. En dat is heilig. En wat we in die hele coronatijd hebben gezien, de druk die op mensen werd gezet, je moest in feite die prik nemen. En als je die niet nam, dan was je... je werd letterlijk... Je mocht het café niet in, je mocht het restaurant niet in. En wat we ook hebben gezien, er wordt vaak gewezen naar China, het gebrek aan vrijheden daar. Er worden mensen zomaar opgesloten, we zijn het vergeten. We werden allemaal opgesloten vanaf 8 uur 's avonds in ons huis. We zijn het weer vergeten, we zijn het normaal gaan vinden. Dat ben ik niet vergeten hoor, maar ja. Maar dat is schokkend. En dat daar niet een debat, dat er niet een parlementaire enquête over kan plaatsvinden, dat is natuurlijk... Dat vergroot de gezagscrisis alleen maar. Nou, dit vaccin was zo goed dat je mensen moest dwingen om het te nemen. Ja, maar het contract waarmee het Pfizer-contract werd afgesloten in Brussel, dat werd per sms door mevrouw van der Leyen 1-op-1 geregeld. Die sms'jes werden gewist. Toevallig dezelfde techniek die Mark Rutte gebruikt. Dus je ziet dat is geen toevalligheid. Dat is op dat niveau... Nee, dat is op dat niveau afgesproken. Je dat veel beter op sms kan doen, want die kan je wissen. Blijven geen sporen van achter. En dat soort voorbeelden zorgt natuurlijk dat die crisis, die gezagscrisis, alleen maar groter wordt. Dat het wantrouwen naar de politiek en de autoriteit alleen maar groter wordt. Want elke keer weer blijkt dat we ze niet kunnen vertrouwen. Laat ik het maar zo zeggen.
Dit is een mooie, Atti zegt eigenlijk, de kwaliteit van het openbare gesprek met elkaar over hoe we onze maatschappij vorm willen geven. En jij benadrukt nog een keer dat je eigenlijk de mensen die nu veel invloed hebben soms niet kunt vertrouwen. We hebben ook een aantal voorbeelden van besproken. Vaak niet kan vertrouwen. Vaak niet kunt vertrouwen. Dat is een mooi opmaatje naar morgen. Want we hadden gezegd, we gaan lekker warm draaien voor ons groepsgesprek morgen. En onze poging om dieper te duiden wat de gezagscrisis is. En hopelijk ook gelijkgestemde mensen te vinden waarmee we wel dat diepere gesprek kunnen voeren. Ja. Dus, Arminius, er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten. Waar? Dus er zijn nog genoeg kaarten. Als je nu rustig naar de website gaat, dan kunnen jullie er allemaal nog bij zijn. Wij zijn in ieder geval allemaal morgen. Jij helaas niet, Willem. Maar, nee, ik mag helaas op reis. Je hebt iets anders belangrijks te doen. Maar we zitten al over de 300. Hè? Ja, dus het wordt sowieso een leuke, gezellige avond. Ja, we gaan daar belangrijke gesprekken en leuke gesprekken hopelijk ook voeren. Want het is ook gewoon fijn om het gelijkgestemde. En nog één. 5 juli is er een presentatie waarin ik het boek overhandig aan Pieter Omtzigt. Oh. 5 juli in boekhandel De Vries van Stokken. Waar is dat? In Den Haag. Okay. Dat is de plaats waar hij moet zijn. Hè, voor het, in ieder geval voor het gezag op het rijksniveau. Ja. Dus daar wordt het boek overhandigd. 5 juli? Overhandig ik. 5 juli van 5 uur in de middag. Je kunt het we zetten het ook wel even hier met een link onder deze uitzending. Ja. Er zijn ook mensen die luisteren. Maar daar moet je echt voor opgeven. Want daar kunnen echt nog wat mensen bij, maar het is behoorlijk vol. En luister de lezing nog terug van Omtzigt op dit onderwerp. Hè? Ja, zeker. Thorbecke. Ik refereer ook. Wat een mooie voorbeelden geeft hij. Ja. Die hebben we ook hier aan tafel een tijdje geleden bij Nieuws van de Week. Ik weet niet meer welke aflevering dat was. Maar goede wijzing. Ja, dus de reclame voor morgen komt in grote getalen. We hebben zin om jullie te ontmoeten. Als u ons op andere manier wil steunen en morgen niet bij kan zijn en toch hoopt dat we dit kunnen voortzetten, verwijzen we graag nog even naar Petje Af. Onze actie waar mensen patroon kunnen worden van de nieuwe wereld, zodat we deze uitzendingen kunnen blijven maken. En daarmee moeten we voor vandaag afsluiten. Willem, heel hartelijk bedankt dat je, dat je zo last minute wilde inspringen. En, ja, dat is altijd in het strand gelegen natuurlijk. Nou, dat kun je morgen inhalen. En u allen heel hartelijk bedankt voor het kijken. En normaal gesproken zeg ik nog een fijne zondag. Maar nu nog een mooie vrijdag. Goed weekend. Ja, mooi zo.